Jan Jolen! Precies, zie ze me zeker op beeld zelf ook weer klappen. Ja, dat maakt niet uit. Nou heb ik toevallig dat trackje meegenomen wat ik ooit opgenomen heb met Stevie Wonder. Ik denk, misschien vind je het leuk om het te luisteren. Maar waar heb je dat dan? Ja, dat weet ik ook niet waar het is. Ja, op een cd. Stop. Op een cd. Ja, jongens. Hé, luister, ik zing thuis nog door een broodrooster. Laten we even kijken of dat drinken. Dit is het liedje wat jij met... Ja, dat is nummer 2. Ja, we gaan het even... Sunday at Christmas. Het is natuurlijk een primeur. Er staat op, ik hou er zo van. Heeft Stevie Wonder dat gedaan? Dat zou wel geinig zijn. Je staat er echt op. Hé, hey, luister eens even nevens. Ik ben voor de leuke opmerking. Oh, ja, sorry. Oh, dit is Stevie. Ja, die herken je duidelijk. Sunday at Christmas. Dit ben ik. Ja, dat ook. Dat verschillen we nog een keer. Even hard, maar ik hoor niks. Dan moet je mond dicht houden. Jouw huis is natuurlijk, dat is normaal liter al in een schiettent, heb ik wel gehoord. Bij mij kan je gewoon geblinddoekt gewoon in de kamer in een rondje lopen. Je hebt alle prijs. Is je huis. Je hebt een foto met Maxima al eigenlijk. Nee, die hangt nog niet, nee. Maar dat is, die heb Roy Beuzeke gemaakt, tenminste zijn vrouw. Maar dat wordt wel eentje, dat wordt een kroet in mijn huis, hoor. Ik zal je zeggen, dat wordt een enorme poster, wordt dat natuurlijk. Ja, maar nou, ik zag Maxima echt, serieus, echt lachen. Gewoon. Maar daar hoor je heel ook echt iedereen lachen over. Nou, maar ja, de grap was ook dat... Dat heb ik, dat hoor ik dus gisteren. Gisteren had ik... Zat ging dat met een bestek of zo? Sorry? Er was iets met een bestek of zo, toch? Nee, dat was met Tieneke, dat was in het paleis, was dat. Wat was dat dan? Ja, nee, we zaten te eten, we waren uitgenodigd vorig jaar, dat jij hebt het ook wel eens gedaan. Die uitblinkerslunch. Ja, uitblinkerslunch. En hier rechts van mij zit de koning. Naast de koning zit Tieneke en ik zit hier. En op een gegeven moment, die zat eten klaar. Het is toch een beetje een gespannen sfeer. Ja, laten we het netjes doen. Ja. Je kan daar geen boeren laten of winden en zo. Ook jij niet? Nee, zeker. En ja, dan spreek je toch de koning aan met majesteit. Tuurlijk, ja. Hoogheid, je doet dat allemaal keurig en netjes. En op een gegeven moment staat iedereen op, die werd uitgenodigd voor een kopje koffie in de gang. Ik zeg, Tieneke, dit flik je toch niet? Ik zeg, hoogheid, dat doet ze nou overal. Ik zeg, kijk eens in die tas en neem gewoon een bestek mee. Ik zeg, hoe hoort het toch hoogheid? Het rammelt helemaal. Nou, die Tieneke, die werd woes. Want ik bracht het vrij serieus. Dus ik zag de koning ook nog een beetje zo in je tas gluren.